Het was een beursdag met een gouden randje vandaag. Want beleggers die hadden er zin in. We gaan naar Hans de Geus op Beursplein 5. Hans, vertel, wat was het voor een dag? Nou, het ging omhoog. AIX staat weer op jaarwinst. Dus dat is meegenomen. Een procent erbij kregen we, 445 punten. En het best zag je de omkering eigenlijk aan ING. Die begon de dag nog in de min, procentje lager. En uiteindelijk op plus 3%. Ergo, we zijn alle bange dromen over Italiaanse banken, over Brexit, allemaal weer vergeten. Want we staan eigenlijk boven de niveaus van voor de Brexit. Helemaal op Wall Street. Want S&P en Dow, hoogste standen aller tijden. Records. Kijk eens aan. Laten we even op Wall Street, of althans in Amerika, blijven. Want Trump, is het laatste bericht, loopt in op Clinton. Ja, dat is wel leuk, hè? Want we zoeken altijd weer iets nieuws om ons zorgen over te maken. De Brexit hebben we nou gehad. Nou, die komt dan. Afgewerkt. Nu gaan we op iets nieuws focussen. Het is natuurlijk pas 8 november, hè, die verkiezingen. Maar vorige week hebben we natuurlijk gehad gezien dat de FBI Clinton besloot niet te vervolgen, hè, vanwege die e-mails. Dat heeft toch een hoop kwaad bloed gezet, kennelijk. Althans, NBC denkt dat het daardoor komt dat Trump nu inloopt op Clinton. En pak even je lineaal erbij, dan zie je dat het een beetje naar elkaar toe buigt. Je ziet het bijna niet. Hans, maar wat betekent dit voor de Amerikaanse economie? Nou, de plannen van Trump die zijn wel interessant. Want wat hij wil gaan doen, kijk maar even mee. Hij wil de belastingen verlagen, het tekort op laten lopen. Hij wil protectionistische maatregelen om de Amerikanen zelf te beschermen. En hij is pro-Wall Street, dus hij wil de banken niet opbreken. En het is wel interessant wat dat natuurlijk allemaal gaat betekenen. Maar misschien is het helemaal niet zo heel slecht nieuws voor die economie. Want bijvoorbeeld een hoger tekort betekent op korte termijn dat er gewoon meer geld in die economie komt. En verwacht jij dat beleggers dit gaan inprijzen de komende dagen? Nou ja, dat gebeurt al een beetje misschien. En als het zou blijken dat hij echt voorloopt, dan zal je misschien wat onzekerheid zien als op de beurs. Maar net als met de Brexit, stel dat hij inderdaad dan president wordt op 8 november. Ja, dan gaan we daarna gewoon eerst kijken wat er gebeurt. Want van heel van wat hij zegt, weten we natuurlijk niet of het waar wordt gemaakt. Maar het is wel interessant, want bij Brexit zag je dat mensen in de peilingen eigenlijk niet durfden te zeggen dat ze voor een Brexit waren, politiek correct. De kans heb je dat dat hier ook is. Dus misschien ligt hij eigenlijk al voor op Clinton. Dus dat wordt aardig om te gaan zien. Veel verder voor dan wij denken. Precies. Hans de Geus, dankjewel.